Nou, welkom allemaal natuurlijk. Ik ben Helene Bosma, ik ben dichteres. Heb je allemaal een briefje? Oké. Okay. Ik ga het voorlezen. En ik wil je vragen, er liggen stiften op tafel, of je eventjes een stipje wil zetten straks bij twee dingen die jij, dat je denkt, nou die vind ik wel grappig. Oké, een gedicht van Kaas Schippers. Wat je maar kort hoeft te onthouden. Fragment. Telefoonnummer van een ijzerwinkel. Een genezen wond. Kamer 31. Het gezicht van een taxichauffeur. Hoeveel minuten je te laat kwam. Schoenen die je niet meer draagt. Voorbijgangers op een zebrapad. De stem van een vrouw die verkeerd is verbonden. Wolken. Het gewicht van een tas. Adres van een opgeheven stomerij. Geluid van vallende pannen. Regenplassen. De man voor je bij de bakker. Jullie hebben allerlei dingen gedaan. Jullie hebben bijeenkomsten gehouden, open cafés, workshops, activiteiten. En daar wil ik je zoiets over vragen. Maar eerst wil ik je vragen of je groepjes van drie wil maken. Even groepjes van drie. Luister wat je gaat doen. Je krijgt even heel korte tijd om uit te wisselen. Daarna gaan we nog iets anders doen, maar wel met dit gedicht. Je krijgt even heel korte tijd om uit te wisselen waar jij twee stipjes voor gezet had. En je mag zeggen waarom je het grappig vindt of leuk of aansprekend. En je tijd gaat nu in. Dus je gaat naar in je groepje, ga je naar elkaar luisteren. Ik vond de stem van een vrouw die verkeerd is verbonden. Mooi. Ja. En een vrouw die de weg vraagt in je eigen buurt. Oké, is iedereen rond? Nee, is niet iedereen rond. Oké, wat ik je wil vragen is om in je groepje van drie vijf dingen op te schrijven samen die je nog weet uit de periode die jullie samen gedeeld hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn een leermoment, iets dat je denkt, ja, dat vond ik nou leerzaam. Of een herinnering. Een succes misschien dat je geboekt hebt. Omdat het ook een beetje een officieel feest is, hebben we een kort officieel gedeelte. Dus ik wil graag eerst het woord geven aan Rob de Jong, directeur van de vrijwilligerscentrale, waar eigen kracht deze vrouwen op bevat. Fantastisch project, helaas. Ik heb het vanaf de kantlijn mee mogen maken, want elke keer als er een vrouwenbijeenkomst was, eigen kracht, workshop of wat dan ook, dan keek ik even om het hoekje en toen zag ik jullie allemaal druk bezig, maar ik durfde eigenlijk niet naar binnen. Dat klinkt een beetje gek, maar nee, we hebben heel veel geleerd vandaag. Jan-Jaap Kolkman, Saver, als ik jullie er even bij mag betrekken. Want wij hebben natuurlijk niet die cursussen meegemaakt. Maar ja, toen wij hier net binnenkwamen, moesten we natuurlijk wel die opdracht meedoen. We waren al heel fanatiek en we hadden van de verschillende regeltjes hadden wij één gedicht gemaakt. En dat klonk zo geweldig mooi, maar toen hoorden we van Helene dat we een andere opdracht kregen. En dat was, bedenk nou eens een zinnetje, wat je geleerd hebt. Misschien Jan-Jaap of Saver, hou eens omhoog, want ik vind het wel leuk om even te laten zien wat wij hebben opgeschreven. En dat hebben we gewoon echt met z'n drieën bedacht. En daar staat,
We zijn nu pas thuis. De mannen. Nou, is dat leuk of niet? We zijn nu pas thuis. Maar wat ik wil zeggen, dat van de deelnemers, en dat vind ik best wel leuk om te noemen, dat 34 daarvan min of meer een betaalde baan hebben gevonden. Of voor zichzelf zijn begonnen. En dat vind ik een enorme prestatie. En wat ik ook even wil benoemen, dat het netwerk van Eigen Kracht Vrouwen op dit moment bestaat uit ongeveer 100 vrouwen. En dat is ook ongelooflijk veel. Dat is 2 wat ik wil zeggen. En 3 is dat Deventer een voorbeeldfunctie heeft voor heel Nederland. Dat mag je best bepalen. En ik zal het kort houden, en dat doe ik ook. Ik geef nu graag het woord aan onze bevlogen wethouder, Jan-Jaap Pollekman. Wel, dankjewel, overigens, dat ik hier mag staan. Want wij staan hier natuurlijk wel weer op een raar punt. 2 kerels die wat zitten te vertellen tegen een hele groep vrouwen. Ik vind dat eigenlijk belachelijk. Dus laten we dan ook even afspreken dat de volgende keer dat we iets doen, dat ik in de zaal zit en dat jullie aan deze kant staan. Dat vind ik wel eens, dus dat is de deal die we er maken. Ook kan dat. Tweede punt wat ik wil maken is, net precies werd al gezegd, Eigen Kracht Vrouwen Deventer is inderdaad, net gezegd, uniek. Niet uniek omdat we zo fantastisch zijn, wel nee, we zijn gewoon doodnormale mensen. Ook niet uniek omdat we zo zeg maar, het met elkaar zo goed kunnen vinden. Want dat is eigenlijk, vinden wij in Deventer heel normaal. Maar waar het wel om gaat, is dat wij in staat zijn om dat gewone bijzonder te maken. Hé, dat gewone bijzonder maken. Wat betekent dat? Dat betekent dat we het met elkaar rooien op een manier die blijkbaar elders niet lukt. En dat is ook precies de reden geweest dat wij een vervolg krijgen in deze regio van Eigen Kracht Vrouwen Deventer deel 2. Waarbij een goedgekeurde aanvraag vanuit de OCMW, waarbij we dus gaan uitrollen over de andere steden in deze regio. Wij gaan zeggen van, wij zeggen nu de Deventer-methode, dat is een methode die werkt. Dat betekent dat je met elkaar het maakt. Net precies al geroepen, in Enschede hebben ze 1 keer een bijeenkomst gehouden, zeiden ze van 150 vrouwen, top, dankjewel, aan je paraplu. Zo werkt dat. Het gaat het om het feit, naam zegt het al, dat je het met elkaar doet. Nou, dat element, met die resultaten die ook net genoemd zijn, voor de goede orde, chapeau, nog echt, echt goed. Dat betekent dus dat daarin we ook het verschil maken, dat verschil willen we ook laten zien. En we zullen ook een beroep met jullie gaan doen, om ambassadeur op dat gebied te zijn. U zult nog van de organisatie VCD, zul je nog wat gaan horen, in de zin van dat we jullie graag willen betrekken bij het uitrollen van het succes wat hier heeft plaatsgevonden. Nog heel even. Ik wil 2 mensen even naar voren roepen, want je hebt gelijk, Jan, ja, het gaat niet om de mannen, het gaat om de vrouwen vandaag. En 2 in het bijzonder die ik wil bedanken, Sabahat, die je hebt aan de wieg gestaan van Eigen Kracht Deventer en daarna samen met Heske Bezen. Dus jullie zou ik even naar voren willen roepen. En van de vrouwen en ook van de mannen in de zaal een daverend applausje. Om de bloemen uit te reiken aan de dames. We hebben afgesproken met elkaar dat we gewoon willen gaan. We gaan gewoon door. Dankjewel. Nou. We hebben allemaal zo zitten dichten, dus daar is nu weer even tijd voor. Helene. Ik heb net even rondgelopen en ik zag prachtige zinnen verschijnen. Soms zag ik 1 woord, ik zag soms poëtische zinnen, ik zag hele praktische zinnen, eigenlijk gewoon hoe het leven eruit ziet. Dus het was echt heel mooi om te doen. Je gaat 1 ding uitkiezen wat jij als groepje gaat voorlezen zometeen. En dan wijs ik de groepjes aan. Dus uit het papier wat je nu hebt, wat je dingen die je hebt opgeschreven, kies je 1 ding uit wat jij zo wil bijdragen aan het gedicht. Wat ik lang wil onthouden. Ik heb een talent dat ik nog niet kende. Ik hoef het niet alleen te doen. Elkaar inspireren. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. Binnen gedaan, buiten mijn comfortzone. Wij zijn blij met alle goede dingen.
contacten door de NKDV. Een beetje met Marije. Jouw schotjes. Echter geen die decolleté. Alleen ergens op afgaan en helemaal tot gedaan. Meedoen in plaats van aan de kant blijven staan. Willen en kunnen. Kleurrijke talentontwikkeling. Waaruit positieve energie stroomt naar betrokken saamhorigheid. Meer in je eigen kracht. Wij zijn nu pas thuis. Helene, heel erg leuk dat je dit voor ons wilde doen. En graag wil ik je ook bedanken. Met uiteraard een... Het gaat niet om de buitenkant, maar om de inhoud, doosje en een bosje bloemen. Ik heb een koude tomatensoep, carpaccio uit Italië. Ik heb een gemengde Italiaanse salade. Ik heb hier glaasjes met Franse crudité, oftewel gewoon de ouderwetse van de 70 jaren dipdingetjes. Wat wij vrouwen altijd heerlijk vinden en gelukkig niet zo dik van worden. Als we niet die overrand allemaal opeten. Ik heb hier ook witlof met tonijnpasta. En ik heb hier nog wat groen en rood voer. We hebben daar stokbrood bij. En ondertussen ga ik het warme buffet neerzetten. Het warme buffet zal bestaan uit een pasta met een zelfgemaakte tapenade, een warme tapenade. Uit Italië, uit Indonesië, maar dat is niet echt heel erg Indonesisch. Het is iets wat de kolonialen destijds verzonnen hebben. Dat heet pastei tutu. Dat is gewoon een pastei waar aardappelpuree omheen zit. Want ze werden, de kolonialen werden van tijd tot tijd helemaal gek van die rijst. Dus ze moesten natuurlijk aardappelen. Dus een bedekte groente, vlees, pastei en daaroverheen aardappeltjes en gehaktballetjes. Wat heb ik nog meer gemaakt? Ik heb een Italiaanse blauwschimmelkaas spinazietaart gemaakt. En dat komt er ook bij. Ja, dat was het.